Floris, opgelucht dat uh, het Hoge Hoort er eindelijk uit is voor jou, dat jij nu bij Roonpot in dienst bent? Ja, het is wel uh, eerder al uh, wel echt een hele opluchting uh, dat, uh, dat het gelukt is. Hoe spannend is het eigenlijk geweest de laatste weken en maanden? Ja, de laatste, nou ja goed, sinds dat het al een beetje in zicht kwam dus wat minder, maar daarvoor was het wel, uh, was het wel echt heel spannend, ja. En het heeft eigenlijk, in ieder geval zo lijkt het uh, voor de buitenkant, heeft het lang geduurd voordat het daadwerkelijk uh, rond is gekomen? Nou, voor mij heeft het ook heel lang geduurd hoor. Het, uh, ik hoop dat dat nooit meer gebeurt. En uh, ik denk ook niet dat dat nog een keer gebeurt. Want dan, uh, ja, goed. Als ik nog een keer in zo'n situatie kom, dat zou niet goed zijn. Dus dan, uh, ja, maar uh, voor nu uh, ben ik heel blij dat, uh, dat het gelukt is. En dat ik, uh, dat ik door kan gaan. Heb je eigenlijk ook echt wel serieus nagedacht over stoppen? Want je bent er altijd best wel eerlijk over geweest. Van goed, ik heb ook nog een maatschappelijke carrière als, uh, als, als geneeskunde-student. Dus ja, er was natuurlijk nog, nog, nog een ander pad dat je kon bewandelen. Ja, klopt. Dat is inderdaad een, uh, een voordeel die ik heb. Maar dat is echt uh, iets wat ik uh, absoluut wilde voorkomen. Omdat ik uh, ja, gewoon nog niet heb, uh, naar mijn ideeën, nog niet heb kunnen laten zien wat erin zit. En, uh, ja, dan, dan wil je niet te vroeg stoppen, zeg maar. En uh, altijd met het gevoel blijven zitten van shit, shit, shit. Ik had, uh, ik had door willen gaan en ik had, uh, ik had er nog wat uit willen halen. En uh, ja, dat, dat is wel echt een opluchting dat ik dat nu in ieder geval niet heb. Uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Wat gaat eigenlijk jouw rol zijn binnen de ploeg? Weet je dat al? Ja, we hebben het daar nog niet heel erg veel over gehad, maar ik denk dat ook wel een beetje vanzelf spreekt natuurlijk. Uh, omdat ik ook uh, veel ervaring heb uh, vanuit BMC. En ook wel al, uh, ja, toch op, op dat niveau ook uh, twee jaar behoorlijk. Uh, ja, zelf ook sterker ben kunnen worden. Dus uh, ik hoop dat ook te kunnen gebruiken. En die twee dingen, ja, samen met, uh, met de kennis die hier natuurlijk uh, bij de ploegleiders is, want die zijn ook ontzettend ervaren. Uh, Gaan we gewoon, uh, ja, er iets heel moois van proberen te maken? Maar dat betekent concreet voor jou ook: uh, Vroejaarsklassiek is zoveel mogelijk voor, voor eigen kansen strijden? Ja, er gaan zeker heel veel meer kansen komen dan vorig jaar. Dat, uh, ja, ik denk niet dat daar echt over uh, of te twijfelen. Dus dat... ja, want heb je gewoon de afgelopen weken, maanden, gewoon getraind als, uh, alsof je in ieder geval niet aan uh, stoppen hoefde te denken? Ja, nou misschien niet zo uh, perfect. Uh, ja, ik heb natuurlijk echt heel veel stress gehad. Dus dat heeft heel veel energie uh, gekost. En dat, is wel, uh, dat was wel heel lastig. Maar ik heb het ook wel. Uh, ik heb ja, gelukkig geen, uh, ja, ik heb wedel, mezelf redelijk rustig weten te houden. En uh, gewoon lekker getraind. Dus uh, ja, ik bouw gewoon lekker voort op vorig jaar. En uh, ja, ik hoop dat dat uh, ja, goed zal zijn uh, voor iets moois.